Roger, kunnen wij iets leren van Amerika? Ja. Niks over verzekeren, want dat is een hopeloze toestand daar. Maar wel over de kwaliteit en de transparantie in de gezondheidszorg. Er is geen vrije markt, maar waarom doen ze dan sommige dingen wel heel erg goed? Omdat er gewoon veel geld is? Omdat er hele gedreven artsen en hulpverleners zijn die gewoon het beste van het beste willen. En die patiënten die het kunnen betalen, die zijn ook vaak heel goed af. En die krijgen dan ook echt top of de bil gezondheidszorg. En dus maken het dus ook... die tweedeling kunnen we ook leren van... Nee, ik ben daar niet voor. Nee, uiteraard niet. Ik ben blij dat wij dat gelukkig niet hebben. Maar wat we wel kunnen leren is dat ze daar geen schroom hebben om transparant te zijn. Ze maken gewoon alles zichtbaar. We hebben hier Paul Levy vandaag gehoord van een groot ziekenhuis uit Boston. Die gewoon zegt, ik zet op mijn weblog, zet ik gewoon... howtorunahospital.blogspot.com. Ja, en dan zegt hij gewoon, je kunt hier opzoeken wat er wel en niet goed gaat. En dat heeft een enorme reinigende werking gewoon binnen het ziekenhuis. Dus één, meten en publiceren. Ja. En dan zie je dat patiënten daar ook, die vinden dat interessant, die willen dat weten. Die willen de beste dokter, het beste ziekenhuis, het beste dit. Tuurlijk. En natuurlijk als mensen heel erg afhankelijk zijn, dan zijn ze misschien niet zo kritisch. Maar je ziet dat er een hele generatie aankomt die gewend is zelf te kiezen, via internet zijn keuzes te maken. En dan moet je als zorgverlener op inspelen en gewoon zeggen, ja, die mensen komen met informatie. Die komen met keuzemogelijkheden en die willen van mij ook weten, doe ik het goed, ben ik de beste? Of moet ik misschien naar een ander toe? Internet werd ook vaak genoemd hier in dit evenement als een innovatiedriver. Zie je dat in de praktijk gewoon bij jou? Ja, maar ik vind het alleen nog veel te langzaam gaan. In de gezondheidszorg, je weet zelf, ik heb vroeger ook heel veel op andere terreinen gewerkt met internetontwikkelingen. In de gezondheidszorg gaat het gewoon heel traag. Niet op individuele schaal. Ik wil heel veel dokters, als ze nou specialist zijn of huisarts, werken ook wel met internet. Maar als het gaat om informatie delen, een elektronisch patiëntendossier, het is er nog steeds niet. Ja, we hebben de beste infrastructuur in de wereld. En dat elektronisch patiëntendossier. Nee, en dan zitten we met een soort kramp over de privacy. We moeten er overal voor oppassen. We hadden 10 jaar geleden al dat we zeiden, hè, Belgen doen het soms beter. Ik zie landen om ons heen waar het gewoon in razend tempo van de grond komt. En in Nederland zitten wij nog een beetje in de middeleeuwen op dit. Gaat de heer Klink, Ab Klink die hier was en die zichzelf een beetje presenteerde. Wat was je indruk van hem en gaat hij dat een beetje veranderen? De indruk. B, of je wat gaat veranderen. Ik vond het een hele aardige minister die volgens mij in de afgelopen maanden goed heeft geluisterd. Hoe het allemaal in elkaar zit. Want hij kwam natuurlijk toch een beetje nieuw op het front. Hij luistert goed, hij analyseert goed. En B, gaan we wat van hem verwachten? Ik denk het wel. Hij is niet natuurlijk de draufganger die Hogevors is geweest om die nieuwe wetgeving in te voeren. Maar hij is subtiel. Hij is intelligent en wetenschappelijk en subtiel. En hij luistert ook zonder dat hij zegt, ik ga afstand ervan nemen. Maar hij heeft iets meer gevoel voor fasering. Om te zorgen dat het ook echt gaat landen. En in dat opzicht hoop ik dat hij ook die innovatieagenda... geen hemelbestormerij binnen een jaar, maar in de komende paar jaar met een rustige hand, maar wel doorzetten. En wat ik leuk vond op het eind, zei hij, ik wil ook leren van waarom het in de afgelopen jaren zoveel niet is gelukt. Nou, dat heb ik nog nooit minister op Volksgezondheid horen zeggen, want daar kun je wel van leren. Even over jezelf. Mensens, je hebt een fusie geprobeerd, mislukt. Noem eens even 3 dingen waar jij nou trots op bent, wat jij geïnnoveerd hebt bij Mensens. Het begin van een elektronisch patiëntendossier in Twente met het ICIT-project. 2, Koala-project samen met KPN en de ziekenhuizen in Groningen. Waarin we mensen faciliteren om hun eigen ziektebeeld te managen. Dus voor COPD en diabetespatiënten. Die mensen krijgen een doosje thuis, kunnen zelf bloed prikken en dat doorsturen. Ze kunnen videoconferenties met doktoren en dat soort zaken. Ja, nou, dat is echt een enorme vernieuwing waarbij we ook nog moeten testen of patiënten er wel mee om kunnen gaan. En de derde vernieuwing is dat wij echt begonnen zijn heel actief met het opzetten van die eerste lijns gezondheidszorgcentra. En dat is een enorm succes aan het worden. Wij kunnen de vraag niet aan uit de markt. Dat betekent preventie? Eigenlijk werken aan preventie? Nee, dat betekent dat we liefst fysiek, maar soms ook in een netwerk, een groep van huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleging en een apotheek bij elkaar zitten. Eventueel aangevuld met eerste lijns geestelijke gezondheidszorg. Het eerste centrum waar we ooit mee begonnen zijn wordt geweldig gekwalificeerd net in een onderzoek van het Nivel. Patiënten zijn ongelooflijk tevreden over de kwaliteit ervan. Jij organiseert echt de zorg op een andere manier. Zet alles bij elkaar en stuurt het aan. Dat stuur je ook echt aan. Ja, daar hou ik me ook heel intensief mee bezig. Want je weet, als je er niet bovenop blijft zitten. Dus ik zeg wel eens, het is net chroma, je moet er even bij blijven. In plaats van de elektronische trapveldjes heb je nu zeg maar gewoon die geïntegreerde... Eerste centrum.
Ja. Dan als laatste, de grootste preventie, dat zou het goedkoopste zijn. Hoe krijg je dat gefinancierd, preventie? Ik vind een hele mooie activiteit die we net begonnen zijn met de gemeente Enschede en Almelo en Hengelo, is om mensen die in een uitkeringspositie zitten toch weer echt actief aan het bewegen te krijgen, aan het sporten. Dan denk je, nou dat klinkt ook een beetje, wat is dat nou? Een beetje maatschappelijk verantwoord. Die vaak geen trots meer hebben op hun eigen lichaam. Slecht leven, roken, te veel eten, weinig bewegen. Die weer in een activiteit brengen waardoor ze zich lichamelijk fitter voelen. Waardoor ze weer met een open mind naar de samenleving kijken. Vaak weer op zoek gaan naar nieuw werk. Ja, ik vind dat altijd het begin van herstel. En natuurlijk moet je helemaal aan de voorkant beginnen. Maar ja, ik ben ook niet het al te bevolgende type van als je alleen maar staat te roepen, u mag niet dit, u mag niet dat. Mensen moeten gewoon lekker leven, een beetje op zichzelf letten, daar wel verantwoordelijk voor zijn. Maar op het moment dat je wat krijgt, dan moet je echt naar zelfmanagement, patient-centered healthcare, daar beginnen. En niet meteen in de instelling of bij de hulpverlener. Eerst bij de mensen zelf. Valt het een beetje van de politiek over alle generalistische dingen praten en proberen wat echte problemen op te lossen? Ik vind het afschuwelijk. Je ziet er heel gelukkig uit. Ik vind het ontzettend leuk hoor. Dag als je even wat tijd.